De dag van de liefde is voorbij, maar de maand van de liefde is nog steeds in volle gang. De maand van de clubliefde. Er staat ons een thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch te wachten. En omdat de clubliefde nou ook eenmaal door de maag gaat, organiseren we een winter stampottenbuffet in het supportershome. Aanmelden kan via reserveringen@excelsiorhospitality.nl. Wij zijn druk bezig met het maken van een overheerlijk stampottenbuffet voor de supporters. Geniet ervan! 7 jongeren hebben afgelopen week het project Rugdekking gevolgd. Dit project van Stichting Schouders Eronder heeft als doel jongeren tussen de 17 en 28 jaar naar werk te begeleiden. De deelnemers lopen stage tijdens het duel met de Bosschenaren. De echte liefhebbers en kenners van onze club quizzen natuurlijk weer mee voor 2 vrijkaarten. Maar wat weten de spelers van FC Den Bosch? Nee. Kom op, ben je te laat. Kom, we hebben nog maar 3 minuten. Kom. Dit is ook 10 seconden. Ik moet ook nog. Kom. Kom hier op die telefoon. Shit man, hoeveel staan ze? Geen idee. Oeh, ik weet het wel. Hoe heet hij nou? Geen idee. Van der Steen. Dat is 2003. 5 jaar geleden? Ook geen idee. Geen idee. Weet ik veel, Bos en Bol. Vijfde. Zevende. De winnaar van vorige week krijgt persoonlijk bericht. Veel amateurteams zijn trouwens vrij dit weekend. Heb jij nou nog niks te doen en heb je zin om te kijken naar een potje voetbal? Kom dan met je team naar het Van Dongen en de Roos Stadion. Wouter Burger is een van de laatste aanwinsten van Excelsior en hij blinkt elke week uit. Maar wat was hij geworden als hij geen voetballer was geweest? Je ziet het in de nieuwe Car Talks. Hallo. Hoi. Carlijn. Oké. Aangenaam. Wie ben je, hoe oud ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Wouter Burger, ik ben 18 jaar en ik kom uit Sabijland. Hey, en als je nou geen voetballer was geweest, wat was je dan wel geworden? Ik denk dat ik in de haven van Rotterdam zou werken, want ik vind dat gewoon heel interessant. Vroeger ging ik er ook altijd naartoe met een vriend. Zijn vader werkte in de haven en dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Tot de volgende!